Hallo iedereen en welkom bij part 7 van Let's Mess Around on Super Mario Kart Wii. En ik ben hier natuurlijk weer met mijn co-op vriend Devin, die nu 7-Up of zo, wat is het dan? Drinken. Ja, 7-Up. En we zijn allebei een hele grote chocolade medaille aan het eten. Dus en we gaan nu weer door met de volgende cup. We gaan de Lightning Cup doen. En ik ben op dit moment Trybones. Dan ga ik voor... spannend houden, weet je. Rosalina. Oh, Rosalina. Oh, yes. Standards. Nou. Ja, ik pak deze, de nanobike. Wow, die is dik. Die auto. Die moet je doen, die is vet. Nee. Moet een motor kiezen. Oh jee. Zegt lekker kortje. Nou, daar moet ik het met je eens zijn. Oh, je kan het zeggen. We gaan dan met de Lightning Cup. We beginnen met de SNES Mario Circuit 3. En ik zei het weer op zijn Frans. Ja, zou ik je nog zo leuk vertellen? Ik mag dit naar een kortje kijken. Oh, jee. Ik moet naar mijn beeldscherm kijken. Dus nu weet ik zeker dat ik niet naar het foute beeldscherm kan kijken. Nou, als jullie mij op een gegeven moment helemaal de mist in zien gaan, dan ben ik aan naar het verkeerde scherm. Ah shit, als je gas geeft, gaat ze zitten. Ah. Godverdomme. Rosalina, blijf staan. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon de hele tijd het gas loslaten. Je ziet de hele tijd hij reeds op en neer gaan. Als ik dan eerste ben, dan sta je nog bij de finish. Dan moet je nog 3 rondes. Ja, dat maakt niet uit, hoef je toch niet te finishen. Als je laatste bent. Stel wel te weten. Ik vind deze echt, dit vind ik echt geen leuke baan. Nee, dit is een hele simpele. Wow! Heel simpel, heel saai en gewoon die bochten zijn irritant. Oké, nu heb ik de hik. Oh, fijn. Ja, dan heb je te veel 7-Up gedronken. Ja, ik heb 1 slok op. Oh jee. Heftig. Nou, volgens mij ben jij eerst of zo. Ik weet het wel zeker. Komt hem lekker, kontje. Iedereen wil erachter. Je hebt ook zo'n plaatje op... hoe heet dat? Slechte grap. Ja, hoor. Slechte grap op Facebook. En dan zie je zo'n vrouw zo fietsen en dan zo'n man in de auto erachter. En dan staat de vraag zo onder. Mag u achter de fietsen blijven rijden? Ja of nee? In dat geval wel. Ach ja. Nee. Oh. Net een banaantje. Eigenlijk is Rosalina toch een hoef van poppetje knecht. Niet per se om dat kontje, maar gewoon. Niet per se om het kontje. Maar niet per se. Wel grotendeels, maar niet per se. Hé, daar ben ik. Hey. Right. Daar ga ik. En ik ook. Ja. Maar het gaat om die als eerste even de finish gaat. Ja. Oh jee. Bedankt voor de goede acceleratie. Dat klinkt gewoon echt niet uit Nederlands. Wat, acceleratie? Ja. Acceleration. Acceleration, yeah. Niet dat heel veel beter klinkt. I'm in a jag. Riding a jag. Jag. Auw, ik werd geraakt door mijn eigen shell. Stupid. Ik kwam tegen de muur aan en toen kwam die terug en toen deed het pijn. En ik had de finish. Nee. Jawel. Nou. Ah, je bent nog gedaan. Nou, zo'n lekkere kontje nog ergens goed voor. En weer ben ik tweede. Ja. Gebruikelijk, jij staat altijd in de schaduw van mij. Inderdaad. Omdat je ook veel groter bent, dus... Dat bedoel ik. Oké, door naar de Peach Gardens en die is van de DS-versie. Dus iedereen die Mario Kart op de DS kent, onder andere dus mijzelf, die weet dat dit best wel een vervelende baan is. Met alle change-ons die een beetje loslopen. Dat is een kutstuk met die vierkante gasperken. Ik moet wel zeggen dat ze heel knap die heggen zo helemaal vierkant heeft geknipt, maar... Vrouwen. Ja, alles perfect, hè. Niet altijd. Oh ja, ik rij altijd door de bloemen, ik weet niet waarom. Maar... Oh, dan heb je van die leuke bloemetjes die zo omhoog komen. Ja. Dan voel je je helemaal vleugig en leuk en een meisje. En weer vlekken op. Just saying. Ach ja. Ik hoop dat deze commentary een beetje veel views krijgt.
Ja, dat hoop ik ook, hè, dat het een beetje voor mijn kanaal een stuk beter is. Maar hij driftte die Koopa daar zo. Ja, ik kan ook driften hoor, gewoon een scherpe bocht maken. Ja, nee, maar dat, je kunt wel een scherpe bocht maken, maar dan drift je niet. Hij driftte net echt. Oh ja, wel fijn. Oh, ik denk dat ik al weet of niet. Nee, niet? Ja, blijf het vooral proberen. Zo. Nee. Nou, godverdamme. Ach, veel. Nou, dat is die motor, hè, die... Like voor boertjes. Nee, die is echt ranzig, ik zweer. Ja, en het klinkt op de opname nog ranziger, dus... Daarom, kap ermee. Dan ga je echt views mee scoren. Een boer is gewoon goed commentaar. Nee. Jawel. Ach ja. Wie zijn trouwens die twee poppetjes die wij nog niet vrij hebben gespeeld? Weet je dat? Nee. Plaats het in de commentary. Even gelijk op de iemand die het weet, zet het even neer naar beneden. En naar degene die het echt weet, spam dan het goede antwoord. En dan de naam die het vaakst voorkomt, die geeft een shout-out naar. Ja. Bij een andere... Bij waarschijnlijk een heel ander filmpje. Waarschijnlijk wel, want wij filmen dit allemaal op één dag. Ja. Dus, en ik verwacht niet dat jij straks één filmpje... Oh nee, dat kan jij nog niet eens. Nee, dus nee. Ik moet de boel nog uploaden. Dus, yes. Dus waarschijnlijk bij een andere, maar je krijgt dan wel een shout-out. Ja. Sowieso. In een of andere Plants vs. Zombies of Pokémon Sapphire filmpje. Of misschien een andere komen op die we spelen. Ik bedoel, we hebben genoeg om te doen. Ja. Beetje afwisseling in je... We hebben nog een hele middag en de volgende dag nog ook nog een middag, dus... Waarom? Voor mij moet ik niezen. Grappig, als jij dat zegt, rij ik tegen de chomp aan. Oh, dat ga ik dan vaker zeggen. Volgens mij moet ik niezen. En dan direct zoals ik over de vingers rij, echt zo'n enorme nies. Volgens mij moet ik een scheet laten. Dan word ik karakter een mol. Nee, volgens mij moet ik poepen. Nee, dan win ik de race. Want Mario, haal Mario in, haal Mario in, haal Mario in. Ja, die was bijna realistisch. Je staat nog maar net twee, man. Echt wel? Jij gaat buiten de kwalificaties vallen, sowieso. Nee, want ik nies en dat is vet. Ja, juist. Even een hap van mijn medaille. Dan ben ik even wat erin. Ik heb gewoon de hele ding al op. Ik begon met eten voordat jij. Ja. Ik begon. Donkey Kong Tus Mountain. Ja. Oh nee, dit is die... Van de GameCube. Die zonder sneeuw. Ja, die met sneeuw die is er wel op gebaseerd, maar deze, dit is de echte van de GameCube. Deze is precies hetzelfde. Deze ken je toch wel? Ja. Dit lijkt van die, weet je wel, die vulkaan met het leuke gezichtje. Oh ja. En ik weet niet of dat bij deze ook is, maar in de GameCube kwamen dan van die rollende stenen. Oh jee, nou dan gaan we dat zo zien. Oeh, dat kotje. Just saying. Gewoon doen, hè. We gaan allemaal kijken. Natuurlijk. Even een blauw duimpje voor hem. Ja, ik wou net zeggen, like voor lekker kontje. Voor het lekker. Je had het idee, het rond. Oh, dit is een mooie view erop. Ja. Voor het lekkere kontje van Devin, no homo. No homo. No homo, je bent wel op het moment single. Kijk, ik ben geen nog steeds een vriendin. Oké, dat is bij personal life, daar gaan we het niet over hebben. Like voor homo. Nee. Niet racistisch bedoeld trouwens, want ik heb niks tegen homo's en dat soort dingen. Nee, inderdaad. Oh, daar heb je die stenen waar je het over had. Ja. Er zit trek een leuke bocht in. Als je die te scherp neemt, dan flikker je in een ravijn. Oh, als je die niet scherp genoeg neemt, flikker je in een ravijn. Ah. Was dat die ik net had? Nee, die. Oh, deze! Oh, die was echt geweldig. Oh, deze was dat, was dat deze? Nee, die. Dunk! Oké. Okay. Het is een twee sterren, je rijdt in de ravijn. Haha, like voor goede timing. Ja. Oh, je moet wel een hoop like hoor, als je onze video's kijkt. Ja, inderdaad. Gewoon doen dus. En like, subscribe, favorite. Inderdaad, zoals het hoort. Dat is leuk, ook voor ons, want wij doen het natuurlijk ook wel voor onze lol, maar ook voor jullie. Ja. En ik doe even het trucje met mijn afstandsbediening zo, hoppa. Show off. Ja. Je weet. Oh, daar vliegt Mario. Hey Mario. En daar vliegt er ook. Ah, Baby Peach flikker op.
Wow. Oké, in de opname even terugkijken. Zet hem stil en kijk naar mijn beeld. Rosalina met haar benen uit. Richting de camera. Hartstikke idee. Nou, dan zit ik eigenlijk de hele tijd zelf te vragen. Oh, jee. Waarom geilen wij serieus op een of andere game? Poppetje, ja. Poppetje. Oh nee, dan kom ik weer bij die bocht vaak net naar beneden viel. Maakt niet uit, ik heb er nu twee banaantjes voor gelegd. Oh, fijn. Dat is ook makkelijk te maken. Oké, er zit hier ergens een gat. Ja, dat was het banaantje. Er zit hier ergens een gat, oké, daar, ja. Oké, en ik ga bijna de verkeerde kant op. Net zo precies. Maar dat maakt niet uit, want ik ga namelijk hier gewoon een shell gooien. Wat maakt die bochten? Wat? Ik ga achteruit. Ik ga achteruit, zie, ik ga achteruit. Nee, je rijdt de verkeerde kant op. Ja, inderdaad. Ja. Dat bedoel ik. Dat is niet de bedoeling. Ik ga de verkeerde kant op. Draai om. Draai langs, draai om. Goed zo. Oh, ja, echt goed. Ik geef hoor. De verkeerde kant op. Denk je nog dat je iets in gaat halen nu? Ja. Oh, wat? Je ego? Dat ook. En dat lekkere kontje. Ja, succes. Ik sta eerste. Oh jee. Maar bij jou zit er ook een 1 in. En een 2. Ah, ja hoor. Ja, weer benen wijd. Ja, nog een keer. Doe ik spin. Nog even zo'n kontje. Oké, okay, banaantje, daar. Mooi ontweken. Ik sta nog steeds 12e. Hoe ver sta ik nu achter in godsnaam? Kijk maar op de kaart, dan zie je hoe ver je achter staat. Je staat echt heel ver achter. Schiet op. Wow, skillmeter op 112. 112? Ja, ik ben namelijk eerst en jij bent 12e, 112. Oh ja. Ik zie dat je dit daar. Wow, dat was een vette stunt. Ben je eruit? Van nee, met dry bones? Gewoon helemaal deze shell. Oh, dat, en dan draait hij rond. Ja, er zit hier ergens een gat voor mij. Ja, daar. Dat soort hier zijn. Hey, ik ben er. Alsjeblieft, laat de rest nou finish, anders vervel ik me weg. Even kijken, dit was de ene laatste, dit hè? Oh jee, daar. Oh, oh, ik had bijna over het gat gesprongen. Wow, dat kunnen we nog hebben. Jij bent echt bevriend met die gaten. Echt wel. Zo. Nou, jij gaat niet finishen, want je bent nu klaar. Nou, ik wilde net die mushroom dingen gebruiken. Ja, je bent nog niet eens over de brug. Oké, je bent echt... Ik zei toch dat je buiten het klassement ging vallen? Nou, ik ben 5e. Ik kan je nog inhalen. Ja, ik denk het ook. Misschien als ik laatste ben en jij eerste. Maar het maakt helemaal niet uit. We kunnen ervoor zorgen. Goed. Aha. We gaan nu de laatste, Bowser's Castle. Oh, dit is die mooie, dit is die van binnen. Maar van de Nintendo 64, ja. Ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ga je helemaal in maken. Oh, even focus. Focussen? Ja. Oh, prachtig. Dat vuur doet het er misschien even. Dat gebeurt natuurlijk veel op beeld, hè. Maar dat maakt niet uit. Ik weet niet of je me aan het begin al gezegd dat je weer moest zeggen wie er gaat winnen. Ja, en dat is nou een beetje monster naar de maaltijd. Want, ik wou net zeggen, ik hoop dat jullie ondertussen wel snappen dat je dat moet doen. En niet als ik al bijna verloren heb. Nou, je mag dat bijna weglaten. Ja, kom op. To be honest. To be honest? Ja, met honing. Ah, je hebt één, ja daar, hey hoi. Hey, hoi, hoi. Je hebt één zo'n, hoe heet het, zo'n deur en dan staan er 3 van die blokken, zeg maar, naar beneden flikken op hoor. Ah, ze heeft ook wel zo'n lekker lachje. Goed, nee, die was expres. Die opmerking wou ik al gaan maken. Oh ja, die had je al heel lang in je achterhoofd. Ja, maar dat maakt hem niet uit. Want ik doe Baby Peach even lekker de das om. Nou ja. Met dat lekkere kontje. Van... Baby Peach heeft een lekker kontje. Ja, nee, maar van Rosalina. Mm. Spreek je die naam al goed uit? Ik heb Rosalina. Dat... Ja, ik heb het idee dat dat anders geschreven is. Maar... Nee, het is echt Rosalina. Okay. I swear. Dat is goed. I swear to God. Oh. Ja, je moet precies niet daar tegenaan springen. Ik zat er al op te kijken. Ja, ik zat er net naast. De... Zat er... Kijk maar naar mijn kontje. Je bent te ver weg. Nee, niet. Nu niet. Bam! Ik zei het ook nu niet. Bam! Oké, okay, we moeten echt een lever gaan zoeken, maar dat maakt niet uit. Au. Nee, ik is de eerste. Hoe kan dat? Er reed toch nog iemand voor? Ik de tweede staan. Nee, Mario die werd net geplet. Oh. Oké, nu. Ach, godver, ik rijd precies tegenaan. Ja, dat is heel links, ik ga rechts. Nee hoor, precies recht door zee. Ja, maar jij bent ook een beetje recht door zee. Ik wel. Au. En Mario.
Wow. En een banaantje. Zeg maar, godverdomme. Ah, kap naar mee, ja, ik zweer. Maar fijn, ik vind de commentary een beetje matig deze. Ja, maar ik probeer me te concentreren. Nou, dan zal ik maar eens een beetje commentary geven. Doe je best maar. Als jullie nog denken een leuk Wii-spel te weten, co-op, laat achter in de comments. Ja. Misschien dat wij het gaan doen. Dan gaan we even kijken of we een walkthrough, let's play of... Let's mess around dan. Ja, ik denk niet dat dat let's mess around wordt, want je hebt bijna geen andere race-spellen die echt leuk zijn om een let's mess around om te doen. Ja, je hebt er wel, maar... Mwah. Dus... Auw, of... Dan kunnen we altijd nog bekijken. De kant op, auw. Weten we tenminste wat we nog moeten gaan doen. Achteruit. En ik denk voor de verder is dat wij, als wij klaar zijn met Mario Kart, dat wij zelf nog iets anders op gaan nemen. Dat weet ik niet. Dat zullen we wel zien. We zullen wel zien, ja. Maar ja, in ieder geval, we hebben nog vakantie, nog een paar weken. Iets van... Daarom. Nog iets van 6 weken, of nog langer zelfs. En ik ga misschien niet op vakantie. En ik wel, maar zodra ik terug ben, dan hebben we ook nog... Iets van 5 weken de tijd om te gaan filmen, dus als je een goede idee hebt. Maar ik ga misschien op vakantie doen, dat ik dus misschien die film ga spelen. Dus in principe kunnen we ook weer, als je wil, veel samen opnemen misschien. Ja, dan moeten we dan allemaal even kijken. Dan zien we allemaal dan wel. De vakantie is nog lang. Ja, inderdaad. De vakantie is nog lang, de nacht is nog jong. Konje is begonnen. Het kontje van Rosalina is nog lekker. Rond. Zou je toch spontaan stijve nek voor krijgen? Stijve nek, ja. Ja, als je dan kijkt naar de manier hoe jij zit, rustig je beentjes over elkaar, handjes vooruit. Ja, nee, ik probeer me helemaal in te leggen. Ja, no homo, maar. Zo rij ik ook altijd. Oh, zo rij je ook altijd? Ja. Oh, no homo. Zo zat ik op de fiets ook nog. Met je benen over elkaar. Spannend. Alleen, ik kwam niet vooruit, dus dat vond ik zo gek. Je hebt een automatische fiets, hoe doe je dat? Ja, ik heb wel een elektrische fiets, dus... Nee, ik ben nummer 1, net zoals deze enorme shop. Moet ik nog vinden? Ik moet nog vinden. Ja, jij wel, ik niet. Maar ik ben nummer 1, net zoals deze enorme chocolademedaille. Oké, dat is heel fijn, maar ik heb ook zo'n enorme chocolademedaille. Ja, maar bij mij klopt die. 6e, 7e. Ik ben hier gewoon nog voor spek en bonen, dus... Oh, ik dacht al, wanneer eet jij niet? Nu wel. Dat bedoel ik. Maar ik zie mijn punten, 60 gedeeld door 4 is 15, dus 4 races, dus we zijn klaar. Oh jee. Spannend. We zijn dan alle 4 de races eerste geworden. Ja, zoals het hoort. Komt de roze dienst lekker kontje. Ja. Nou, je hebt jezelf verbeterd. En ik heb mezelf verslechterd. Of is dat geen woord? Dat is geen woord. Verslechterd is een woord, verslechteren, dat bestaat. Oké. Okay. En mensen, hoe gaan we dat vervoeren? Ik verslechter, jij verslechtert, wij verslechteren, ik heb geverslechterd. Nee, ik heb geverslechterd. Volgens mij is dat dan zonder dat je... Nee. Dat is nettig. Ik heb me verslechterd. Is toch veel minder leuk dan ik heb me geverslechterd? Ik heb me geverslechterd. Maar ja, mensen... Het was weer een lang part. Omdat Bombshell sluit wel af. Ik heb me geverslechterd en hij heeft zich geverbeterd. Geverbeterd. Dat bedoelen we. Dan sluiten we af. Ja, en dus, dat was het voor deze keer. En dan zien we jullie allemaal de volgende keer bij het laatste part waarschijnlijk. En dat is dan de Special Cup. Yes. Dus dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Houdoe.